Beste Vlaamse Waregemnaar, Waregemse Vlaming. De zomervakantie en de Vlaamse feestdag zien er dit jaar helemaal anders uit door het coronavirus. Door corona hebben we zoveel moeten missen van al wat het leven zo aantrekkelijk maakt. Dus een gezellig terrasje doen, gaan winkelen, verre reizen, een barbecue met vrienden, een groot familiefeest. Sommigen onder ons verloren ook geliefden. Onze gedachten zijn vandaag dan ook bij hen. Maar zoals bij elke crisis hebben we ook zaken geleerd. Soms opnieuw ontdekt. Het belang van menselijk contact, de schoonheid van de natuur, het genot van wandelen en fietsen, de aantrekkelijkheid van traag leven. Maar ook de menselijke solidariteit, onze onderlinge afhankelijkheid, de bewondering voor het verzorgend personeel. Stilaan komt het sociaal leven weer op gang. We moeten voorzichtig blijven, want het virus is nog steeds onder ons. We hebben behoefte aan een positieve nieuwe start. De zomer is een nieuwe start, maar een nieuwe kans. Om elkaar opnieuw te ontmoeten, om te genieten van al wat mooi is, van al wat onze stad Waregem en Vlaanderen te bieden heeft. De Vlaamse feestdag mogen we niet zomaar laten voorbijgaan. Massabijeenkomsten zijn natuurlijk nog steeds niet mogelijk, maar hier en daar ontstaan alweer kleinschalige initiatieven. Mensen komen in kleine groepen bij elkaar en we ontdekken opnieuw onze eigen buurten en wijken. Niet enkel op 11 juli, maar een ganse zomer lang. Zo organiseren onze vrije tijdsdiensten deze zomer met tournee-congé een programma vol spel, sport, muziek en plezier 7 weekends lang op 7 locaties in onze stad Waregem. Deze zomer is Vlaanderen onze bubbel. Een mooie boodschap voor deze Vlaamse feestdag. Als burgervader wens ik alle Waregemnaars dan ook een heel fijne Vlaamse feestdag toe. Geniet van deze dag, de ideale gelegenheid voor de Vlaming om zijn of haar buurt wat beter te leren kennen. En om een bewuster Vlaming zijn in de open wereld van vandaag te worden. Een fijne Vlaamse feestdag toegewenst. Dag beste vrienden van de Cultuurraad. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat en dat jullie gezondheid nog altijd optimaal is. Het is een open deur in trappen om te zeggen dat dat bizarre en bevreemdende tijden zijn geweest. Corona heeft een enorme impact gehad op elk van ons. Ik denk dat niemand daarvan gespaard is gebleven. Maar ik hoop toch dat alles, zoals gezegd, goed gaat met jullie. Ook de Cultuurraad wordt jammer genoeg getroffen door de coronaperikelen. Onze jaarlijkse feestelijke academische zitting ter ere van 11 juli kan dit jaar jammer genoeg fysiek niet plaatsvinden. We hadden het zekere voor het onzekere genomen en hebben een tijd geleden al beslist om die niet te laten plaatsvinden. Maar we wilden de 11 juli, wilden de Vlaamse feestdag, uiteraard niet volledig laten passeren zonder meer. Dus vandaar deze korte videoboodschap van mezelf als voorzitter van de Cultuurraad. Maar er is ook een videoboodschap van onze burgervader Kurt van Rijkenhem. En heel fijn is ook dat Kinderkoor Mosquito zorgt voor een virtuele muzikale toets. Ja, het is zoals gezegd, het zijn bizarre, het zijn bevreemdende tijden. Ik denk dat het even leek alsof het zeer moeilijk zou zijn om met z'n allen nog te streven naar een warme en solidair Vlaanderen. Op een moment dat heel ons leven gedomineerd wordt door mondmaskers, afstandsregels. En iedereen wel de 1,5 meter regel ondertussen kent. Maar ook door kleine contactbubbels, het beperken van fysieke contacten. Ja, dat leek allemaal niet zo evident. En toch bleek heel erg snel in de coronaperiode dat we net wel heel erg warm en net wel heel erg solidair waren. Heel veel vrijwilligers, maar ook heel veel cruciale sectoren, onderwijs, zorg, overheid, voedingsindustrie. Heel veel mensen hebben ondanks alles er blijven voor gaan om te zorgen dat er toch van alles gedaan werd tegen corona. En dat we ondanks de kilheid van die periode toch heel wat hartverwarmende acties konden zien. En ik denk, en daarmee maak ik dan het bruggetje naar onze Vlaamse feestdag. Ik denk, zeker voor wat mij betreft, is Vlaanderen of de Vlaamse feestdag staat in eerste instantie symbool voor dat warme en solidaire Vlaanderen dat we gezien hebben de afgelopen weken en maanden in de coronaperiode. En ondanks alle partijpolitieke discussies die nu weer opborrelen, jammer genoeg, heel de vaudeville die weer begonnen is, denk ik dat we in essentie
een samenleving zijn die warm en solidair is. En dat dat ook iets is waar we elke dag opnieuw moeten naar streven, moeten voorstreven om dat met z'n allen mogelijk te maken. Om te streven naar een Vlaamse gemeenschap, een Vlaamse samenleving die, die er is voor iedereen die er woont en werkt. En voor iedereen die, die zich op de een of andere manier wil thuis voelen, zich welkom wil voelen en samen met ons, of samen met ieder van ons beter, wil streven naar zo'n warm en solidair Vlaanderen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven ijveren voor een Vlaanderen, een warm Vlaanderen, dat, dat insluit in plaats van uitsluit en zeker ook verbindt in plaats van ontbindt. Dat we met z'n allen samen voor een beter, een warmer en een fijner Vlaanderen kunnen streven. En dat is de essentie van de Vlaamse feestdag. En dat is ook de essentie van wat Vlaanderen zou moeten zijn. En ik wens jullie in die zin een enorm fantastische, maar ook een enorm fijne en een enorm hartverwarmende Vlaamse feestdag toe. Als symbool van alle mooie, hartverwarmende acties die we de afgelopen weken en maanden hebben mogen zien tijdens de coronaperiode. Ik wens jullie voor de rest een fijne zomermaanden toe en vooral ook een goede gezondheid. En tot slot hoop ik jullie uiteraard heel erg graag terug te zien in betere tijden, in tijden waar we samen terug fysiek kunnen genieten van alle mogelijke culturele activiteiten in Waregem. Heel graag tot binnenkort en voor nu hou het gezond en geniet van de mooie dagen.